Ik wil premier worden van Nederland en ik denk ook dat het land daar aan toe is. Ja, dat is wel in geknipt, want dat volgde niet op die, uh, op die uh, uh, zin. Waar het land aan toe is, is denk ik uh, dat we de koers verleggen uh, naar meer solidariteit. Uh, er is, uh, dit is een land waar mensen leven die het ongelooflijk goed hebben en die bijna niet meer zien dat er ook heel veel mensen zijn die het helemaal niet zo goed hebben. En ja. die verbinding moeten we weer tot stand brengen. Solidariteit is iets wat over het hele land zou moeten gaan. Mensen die het wat beter hebben die zouden moeten, uh, meer moeten inzien dat het ook in hun belang is... Ja. dat we schouder aan schouder werken met mensen die het niet zo goed hebben. Maar dat is het klassieke Partij van de Arbeid verhaal. Mm -hmm. uh, in alle eerlijkheid. Toch bent ja. u het land ingegaan. Uh, u woont nog in dit land. U hebt mm -hmm. al die tijd dat u in Brussel werkt ook in Nederland gewoond. Ja. Waarom moest u dan het land in omdat ik, zoals ik werk, toen ik Kamerlid was, ben ik 11 jaar geweest. was ik ook altijd in het land om verhalen op te doen. Ja. Mijn brein werkt zo dat ik de verhalen van mensen nodig heb. Om mijn eigen verhaal vorm uh, te geven. Mm. Uh, en, en dan denk ik aan uh, welke kant op gaat. Het? dan heb ik, oh ja, die mevrouw heb ik gesproken daar. Uh, die meneer heb ik gesproken daar. Dat verhaal is blijven hangen. En, en daarom ben ik nu overal in het land. Ik heb in Groningen met, uh, met slachtoffers van uh, de aardbeving uh, daar uh, gesproken. Die al jaren wachten op een ander huis. Ik heb in Leeuwarden met uh, slachtoffers van uh, toeslagenaffaire gezien. Je ja, hart breekt als je het. Maar ik heb ook met, in Friesland met een jonge onderneemster, uh, Marijke. De boer gesproken die uh, eigenhandig een heel bedrijf heeft opgezet. Ja. Uh, en, en die de toekomst echt met heel veel uh, optimisme tegemoet ziet. Dus ja. dat, die, er zit in dit land onvoorstelbaar veel veerkracht, maar de veer is wel heel erg uitgerekt.